Welkom bij deel 2, Zorg en Hoop Vliegveld. Vandaag gaan we ook met wat mensen praten. En ben ik weer met Ido. We beginnen onze tocht bij onze Javaanse war room hier zo op het vliegveld Zorg en Hoop. Natuurlijk kunnen we ons bezoekje aan het vliegveld, kunnen we onze warung hier overslaan, dit is Ernest, en met zijn vrouwtje, hallo. En hij maakt heerlijke bani, tillen, broodjes, en echt waar, je moet op tijd komen, het is nu pas 9:45 en hij is al uitverkocht. Je kunt alleen nog een beetje bani vinden en een beetje nasi, is echt, deze man draait super zaken. Binnenkort gaat hij een heel groot restaurant bereizen. Maar hartstikke bedankt, we gaan even eten, dankjewel. Hi Guido, wat ga je eten? Een lekkere nasi. Een lekkere nasi. Mag ik even kijken wat je daar zo hebt? Sorry, bami hoor. Bami, no? Kom Luko. Om even openmaken. Jezus Guido. Dit is je ontbijt, no? Amano nja, eet het toch daarom. Bami. En al de heren daar, eet smakelijk. Ja hoor, meekijken. Ja, dit zijn de vrienden van de SLM. Ze werken allemaal bij de SLM hier zo. Luchtvaartdienst. Of bij de luchtvaartdienst. Oh, waarom zeg ik SLM? Ik bedoel natuurlijk luchtvaartdienst. Afdeling luchtvaartterreinen. En meneer, wie bent u bijvoorbeeld? Wat doet u? Mijn persoon? Ja. Wel, ik ben mee belast met laten we zeggen, service van airconditions. Oké. Dus u doet alle airconditions hier zo voor de luchtvaartdienst? Jawel. Oké dan. En meneer, u met uw gele hemd, u bent zo lekker aan het eten. Eet smakelijk. Wat eet u? Oh, lekker, lekker. En wat doet u precies hier, meneer? Wat is uw werk? Technisch medewerker. Mannetje van alles. Bouw. Hij zit in de bouw. In de bouw, ja. Oké. Okay. En u dan, meneer? Ik zit in de bouw. U zit ook in de bouw? Ja, ik ben een metselaar. U bent een metselaar? Ja. Oké dan. Dus u zorgt dat hier alles zo netjes en mooi eruit ziet. Hoe lang werkt u hier zoal? Wel, in het totaal zit ik met 38 dienstjaren. Maar op het luchtvaartterrein zelf ben ik ongeveer 21 jaren. 21? Totaal, jawel. En dus dat is... het valt mee. Dus u bent hier vanaf de jaren 90? Jawel. Ja. Het valt mee hoor. Kan passeren. Ja? Leuke sfeer. Leuke mensen. Personeel niets te klagen. En altijd lekker eten? Ja. Ja. Altijd. We hebben altijd hier lekkere kokkinnen gekregen hier, zo die echt lekker voor ons kunnen koken. Ja. Vroeger was het daar, hè? Ja, vroeger was hij daar. Gaat weer daar. En hij is nu in de restauratie. Het gaat weer daar naartoe? Gaat weer naar daar toe. Ja? Ja, heel binnenkort. Misschien voor december moeten we al afgerond zijn. Oké dan. Ja, nou, hartstikke bedankt. En ik wens jullie nog heel veel plezier toe hier. Dank op het je. Mooie terrein van de luchtvaartdienst. Ja, graag. Dank je. Ja, gaat wel goed. En mag ik vragen wat u, wie bent u en wat hebt u betekend hier op Zorg en Hoop Vliegveld? Nou, ik ben toen de SLM hier nog vanuit opereerde, hier was het kantoor. Ja. Toen stonden die Twin Otters hier, bedoelt u toch? Die Twin Otters stonden daar, voor die grote hangar, dat is die kant. Dat is dus een beetje later, jaren 80 bedoelt u? Nee, voor ik in dienst kwam, 75. 75? Ja. Toen waren ze er al, toen stonden er geen Twin Otters, Beechcraft stonden er. Beechcraft. En Piper zoals deze. Ja, Piper, ja. Hè? Ja, ja. En dat was in 75? 75, ja. Toen vloog de SLM met 3 Beechcrafts, 2 Pipers. Maar ik kan me herinneren, hier was toch een gebouw van de SLM? Nee, hier stond niets. Oh nee, hier stond niks. Hier stond helemaal niets. Dat gebouw stond daar. Daar staat het nog. Ziet u dat dak daar, dat bruine dak? Ja, ja, ja. Dat is waar het stond. En die toren stond precies naast dat gebouw. Maar die oude Twin Otters, ja, waarmee ik vroeger in de jaren 65, 66 naar Cayenne vloog, die stonden toch hier zo? Die stonden voor dat gebouw. Voor dat gebouw? Ja. En die tijd was u al hier? Die tijd was ik al bij de SLM. Ja. Precies. En wat deed u toen? Toen was ik bij de cabine. Maar toen vloog ik op de DC-8. U vloog op de DC-8? Ja. Dus u bent eigenlijk een boeienvlieger? Boeienvlieger. Daarna hoofdcabine en dan een instructeur. Instructeur in?
in safety and security. Luchtvaart safety and security. En komt u nog vaak op het vliegveld hier? Hebt u nog heel veel affiniteiten hier? Jawel, daarom ben ik ook hier op dit moment. Ja. Niet omdat u het leuk vindt. U bent hier voor uw werk. Het is best ook wel leuk. Maar ik werk niet meer. Dus, ik ben nu met pensioen. Maar ik geef nog van tijd tot tijd security trainingen en safety trainingen. Oké, super. Nou, we hebben u hier getroffen. U stond op het veld. En wat zou u ons kunnen adviseren om een beetje leuke documentaire te maken van Zorgenhoop? Wat zouden we moeten filmen en wat zouden we niet moeten filmen? Hiervoor wil ik u verwijzen naar de eigenaar van Caricom Aviation, Rory Shin. Ja. En die zit in dit gebouw. Ja. En ik zou een afspraak met hem kunnen maken. Zodat hij u kan vertellen van, hey, dit doen we, dit is zijn vliegtuigenpark. Staat hier, staat de hier. Islander. En daar binnen, hij staat daar nog een Islander, hij heeft twee Islanders. Cessna 206, daar nog voor, hier nog een Piper. En dit zijn chartervliegtuigen, dit kun je huren zeg maar ja, om een vlucht te maken. Maar geen lijndiensten of zo? Nee. Hij doet nog geen lijndiensten. Hij doet nog geen lijndiensten. Nou, heel hartelijk bedankt. Alsjeblieft. We gaan een beetje verder kijken. Jammer. En we komen u vast nog wel tegen. Zeker weten. Dank u wel. Kijken naar de Islander. De Islander, commerciële versie van de Defender. En wat hebben deze, heeft deze ook wat met de Commander te maken? Want hij lijkt er een beetje op, hè? Dat is een Aero Commander. Aero Commander, ja. Deze zijn van Britten Norman. Dit is van Britten Norman, ja. Britten Norman ook die Commanders maken. Ja, ja. Ik weet dat ze Islanders van hebben gemaakt en Defenders. En dan heb je verschillende types, de B, Soetel en de B, weet ik veel wat. Ja. En mevrouw is ook piloot? Mevrouw kent dit hele bedrijf uit het hoofd. En ze weet ook wat er hier gebeurt op luchtvaartgebied. Dus als je de vraag. U hoeft haar alsjeblieft niet te filmen. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt dat we even mogen kijken. Hartstikke lief, dank u wel. Ja, zo zie je hoeveel mensen interesse hebben in vliegen. Er kunnen wel veel mensen zijn. 2, 4, 6, 8, 9 mensen kunnen hiermee. 2, 4, 6, 18. Ja. Die piloot is ook een mens. Ja, maar goed, die tellen we niet mee, hè? Nee, die moet je ook wel meetellen. Die kost, die verdient het geld. Thank you.
Neem ik dan zo'n statief voor. Ik ben veel te laat om mijn iPhone te pakken. Waar is hij? Dit mag je niet hebben eigenlijk, het geschut. Daarom hoor ik het van. Geschut niet. Thank you.
En hoe was het? Ja, goed. Het is wel behoorlijk naar beneden, hè? Zie je dat? Oh, heerlijk, hè, die kleur van Erkel. Waarom maakte die bocht zo? Ik wil de hele baan hebben. Yeah.
Beautiful. Thank you.